willen zo graag dat we thuis blijven allemaal, hè? Oude mensen. Zo lang mogelijk thuis. Dat is prima, maar als dat niet meer gaat, dat wordt er niet vrolijker op natuurlijk, hè? En ik ben helemaal niet de mens die het gauw in de put zit, maar ik had, mijn zoon belde straks nog op. Hij zei, wat is er aan de hand met je? Want ze merken gelijk aan mij als ik een beetje anders ben dan normaal. Ja. Hij zei, je kent het altijd zo goed aan. Nou, ik zei, ik ben nou zat. Ik heb spierreuma. En dat reuma, dat artrose en alles valt onder dus de reuma, zeg maar. Ja. Die klachten die ik heb. En wat, waar uitzicht dat in? Wat kunt u dan niet meer? Nou, niet meer soppen, douwen, drukken, opdrukken, rijken. Dus, stofzuigen en dergelijke dingen meer. Ja. Dan moet je kracht zetten, die kracht. En die knieën, dat wil niet. Wat is er met die knieën? De protheses. Ik heb 2 nieuwe knieën en 2 nieuwe heupen. Ja. Dus dat wordt er niet beter op. De pijn is weg, maar de bewegingsvrijheid niet. Die heb ik niet meer als voorheen. Nee. Wat stijver allemaal. Want nou voel ik het niet. Maar als ik dan bewegingen maak, nou dan gaan die botten over elkaar heen. Nou dan jank ik het uit. Dat wil niet. Als ik eens denk van nou wil ik eens even een beetje wat rommelen bij die tuin. Of, ja, dat gaat helemaal niet natuurlijk. Maar ja, ik ben een buitenmens. Nou dan moet ik het besturen. Burgemeester en wethouders, wat wilt u nu? U wilt graag dat wij thuis blijven wonen. Maar de hulp wordt ons afgepakt. Dat is toch niet de bedoeling? Dit kan u niet van ons vragen. Dat kleine inkomen dat wij hebben, dat is niet te doen.